Mahinder Yogi vindt dat het geld dat gestopt zal worden in de bouw van een moderne openbare markt in Nieuw-Nikeri besteed kan worden aan de rehabilitatie van de wegstrekking tussen Koroni en het reisdistrict. De parlementariër zegt dat de markt inderdaad nodig is, maar hij vindt het bedrag van $5 miljoen dat hiervoor is uitgetrokken absurd. Yogi geeft aan dat met een weg die in zo'n slechte staat is, mensen deze markt toch niet zullen bereiken. We kunnen ook een markt bouwen voor $500.000 of voor $1 miljoen. We zitten in een crisis. Alles wat we doen moet als vertrekpunt hebben de crisis in het land. Wanneer wij ons nu die $5 miljoen niet kunnen permitteren, moeten we geen markt maken voor $5 miljoen. Laten we een markt maken voor $250.000. Bij wijze van praten, co-repareer, co-lukuden, dakta, san leki. Het is een beetje beter geworden, houdbaar geworden. En als beter treden aanbreken, dan gaan we dat doen. Ik ben voorstander ervan om elke dubbeltje om te draaien voordat we dat uitgeven. Dat die wegprioriteit geniet. Niet alleen om te lopen daar, maar ook transport van goederen en diensten. We zijn bezig met een offshore industriestraat te ontwikkelen. Gaan die mensen over die weg rijden? Dus we moeten prioriteiten stellen. Ik zou zeggen, stop dat geld, liever een groot deel van het geld, in die infrastructuur van Koroni en van Wageningen. Zodat de mensen makkelijker kunnen rijden. Dat belang is veel groter dan een markt te maken van $5 miljoen. Yogi wijst er verder op dat de situatie in het land niet rooskleurig is. Veel mensen hebben problemen om hun gezinshuishouding draaiende te houden. Hij zegt dat alle maatregelen die de overheid treft om uit de crisis te geraken, afgewenteld worden op de gemeenschap. Mensen hebben het moeilijk, dat willen we 100 keer onderstrepen. Maar om dit land draaiende te houden, moet je geld hebben. Om de maatregelen door te voeren, moet je maatregelen doorvoeren die pijn gaan doen. En u kijkt zelf naar de beantwoording van de minister van Financiën in het parlement afgelopen week. Waar de minister aangeeft dat er 2,5 miljard bijkans gaat naar de sociale sector. Dus het is niet zo dat de regering de arme mensen in de samenleving is vergeten. Het is niet zo, maar nogmaals, het gaat pijn doen. En communicatie is belangrijk, laten we praten. Ik wil u ook, iedereen wil hebben dat het beter gaat. Yogi ziet graag dat de regering beter communiceert met het volk over de maatregelen die getroffen worden om het land uit de crisis te helpen. De parlementariër sprak journalisten gisteren bij de Nationale Assemblee tijdens de protestactie.